Mijn schoonmoeder kwam na een lang weekend bij haar zoon helemaal verward en vermoeid terug. We dachten dat het stress was. Ze vertelde allemaal verhalen waar we niks van begrepen. De weken die daarop volgden nam die verwardheid toe en we besloten om contact op te nemen met de huisarts. De huisarts die vroeg ons om komende maand eens een aantal dingen op te schrijven die anders waren dan anders. Hij zei, kijk eens hoe ze op jullie reageert. Hij zegt, en dan zien we later wel wat er aan de hand is. We merkten dat ze, als ze iets vertelde wat wij niet begrepen, dan nam de verwardheid wel toe. Hè? En dan werd ze ook boos op ons. En dan zei ze van, ja, op mijn leeftijd, iedereen vergeet wel eens iets. Dat is toch normaal. Toen we een korte vakantie met haar hadden, toen wist ze plotseling mijn naam niet meer te herinneren. Langzaam maakte de twijfel plaats voor de angstige waarheid. En de huisarts maakte voor ons een afspraak bij de geriater. Het boek dat ik schreef is eigenlijk bedoeld voor mantelzorgers die in hetzelfde traject zitten. Die plotseling moeten gaan zorgen voor iemand met een vorm van dementie. En het is een heel zwaar, uitputtend en moeilijk traject. Ondanks het feit dat het heel liefdevol gebeurt. Je begint aan zo'n zorgtraject en je hebt geen flauw idee waar het eindigt. Ik wil graag een stukje voorlezen uit het boek waar eigenlijk het begin van het hele traject ontstaat. We maken onze opwachting bij een geriater van het ziekenhuis. Het is een sympathieke vrouw van begin 50 en ze stelt Mary onmiddellijk op haar gemak. Zo, dus u bent Engelse van geboorte? Ik hoor het een beetje aan uw accent. Uw dochter en schoonzoon maken zich wat zorgen over uw toenemende vergeetachtigheid en ik ga eens onderzoeken of ze daar gelijk in hebben. Ik ga u straks wat vragen stellen, maar zou u voor mij hierop eerst een klok willen tekenen met de wijzers op 2:10? Ze schuift Mary een wit vel papier toe. Mary kijkt haar niet begrijpend aan. Probeert u het maar eens, een klok, net als uw horloge bijvoorbeeld. Gespannen kijken we toe. Mary neemt de pen in haar linkerhand en trekt een grote cirkel op het witte vel. Goed, Jeffy. Ze zoekt mijn ogen voor steun en goedkeuring. Uw kinderen mogen even niets zeggen, u moet het zelf doen. Het klinkt onbedoeld streng. Mary begint met de cijfers van boven naar beneden. Onderaan eindigt ze met 12. Marianne kijkt me verbijsterd aan. Dan ziet ze haar moeder nadenken over de wijzers. De linkerkant van de klok is nog onbeschreven. De wijzers komen er niet. Ik weet het niet zo goed, geloof ik. Ik zie de wanhoop in haar ogen. Van binnen breek ik.